Dus de TikTok wrap. Daarvoor hebben we 4 ingrediënten nodig. We gaan op elk kwadrant iets leggen. En eigenlijk kan je ertussen stoppen wat dat je lekker vindt. Ik heb 2 groene dingen bij. Ik heb paprika en ricotta bij. En op deze manier een andere TikTok-versie van een wrap. Eigenlijk een manier die iedereen eens een keertje zou moeten proberen, ja. Wat mij betreft.